Fijn weekend en welkom bij een nieuwe stream. Ja, voor mij is het nu eindelijk weekend. Normaal ben ik altijd al gewend om op donderdag na mijn werk te zeggen, joe, ik heb weekend. Maar vandaag moest ik een keer ook op vrijdag werken. En ik zal af en toe wel eens een keer wat vaker op vrijdag moeten werken. Dus dat is even wennen dat ik niet altijd meer een weekend heb van 3 dagen, maar soms van 2. Maar we gaan zometeen lekker bouwen in de Sims 4. Ik heb dan natuurlijk nog steeds die Mipuke Shell. Die is nog steeds niet af. Ik ben wel offline even mee verder geweest. Want wat jullie tot nu toe hebben gezien is natuurlijk dat ik de inrichting heb gedaan. Dus in de eerste versie hebben we toen gewerkt aan het trappenhuis en de wc en de badkamer, het washok en zo. En de tweede stream hebben we de keuken gedaan. We hebben dus een slaapkamer gedaan. Ik weet niet of ik nog meer heb gedaan. Ik ben offline een beetje gaan werken aan de tuin. Want de tuinen vind ik echt, ja, heel moeilijk. Daar ben ik niet zo goed in. En ik ben door debug gegaan. Voor de hekjes spuiten, zeg maar. Dus er zitten geen normale hekjes. Maar ik heb echt debug hekjes gebruikt. Want ik wilde toch iets, ja, iets stoers. Je wilt niet een hele schattige tuin met bloemetjes en struikjes en fonteintjes en dingetjes. Als je een huis hebt wat super industrieel is. Dus dat was even een gepuzzel. Omdat het is natuurlijk heel makkelijk om bloemetjes en struikjes en een heel mooi schattig paadje ertussen te doen. Maar dat is juist niet de kant waar ik nu naartoe wil. Maar ik zal het jullie laten zien. Kijk, ik zie Omri weer hier. Kom je nu alweer slijmen? Nee? Oké. We gaan naar de Sims. Kijk. Ik zal hem even helemaal laten zien. Ik heb de buitenkant aangekleed, zoals jullie kunnen zien. Dus er zit nu een muurpatroon op aan de buitenkant. Ik heb hier een regenpijp. Ik heb het dak gedaan. Ik vond het wel een cool dak. Ik wilde geen reguliere dakpannen. Dus ik vond deze eigenlijk wel heel tof. Om die erop te zetten. Ik heb er wat ramen bij geplaatst. Allerlei rare dingetjes die ik in debug vond. We hebben hier een camera hangen. We hebben hier een of ander elektriciteitsachtig kastje hangen. Ik heb geen idee wat dit is, maar ik vond het ook wel stoer. Dit zal wel de super moderne hypersonische deurbel zijn. Met, ja. Dit zou op zich wel een cameraatje kunnen zijn. Dat je hier zeg maar, of op een van die knopjes. Of op een van die knopjes. Ik weet niet, zijn er best wel veel knopjes. Maar zo'n deurknop, dat je dan zo'n cameraatje aangaat. Dat mensen binnen op hun telefoon kunnen kijken wie er voor de deur staat. Dat lijkt me wel geinig. Ik vond dit busje in debug. Nou, dit hele hek gebeuren heb ik dus uit debug gehaald. Hier ook nog een elektriciteitskastje. Nou, dit vond ik wel een mooie stang. Zo van de auto staat tot daar. Dus de voortuin is, ja, soort van af. Hoi Slinky Killer fan. Hoe is mijn dag? Ja, prima. Ik had wel langer willen slapen dan dat ik heb gedaan. Maar ja, ik moest op een gegeven moment toch echt mijn bed uit voor mijn werk. Maar werk was ook wel prima. Ik had een leuk klasje waar ik vandaag moest invallen. En nu gaan we verder bouwen aan de Mipuke Shell. Maar ja, de voortuin is soort van af. Hij zou in principe zo kunnen klaar kunnen zijn. Ik zit er alleen aan te denken dat als ik nog tijd over heb aan het einde, niet per se deze stream, maar gewoon aan het einde van de deadline die we hebben, om eventueel nog hier iets van spullen neer te zetten of meer begroeiing hier langs en hier langs. Ik zit wel nog te struggelen met de achtertuin. Ik heb meerdere dingen geprobeerd met de achtertuin. Ik heb ook geprobeerd om dus dit, oh mijn cam zit ervoor, om dit zeg maar, dit hele stuk na te bootsen. Maar waar ik dus achter ben gekomen, deze zandachtige kleur zit dus niet in terreinverven. Kijk, ik heb hier het ongeveer geprobeerd na te bootsen. Maar precies die kleur zit er niet in. Dus dat is wel jammer. En ik had dan zo'n paadje gemaakt hier naartoe en dan hier. Maar dat vond ik toch weer lelijk. En ik had eerst het bankje hier. Maar dat vond ik ook weer gek. Want ja, hier kunnen mensen binnen zitten. En er staat hier meteen een bankje. Is ook een beetje raar. Dus ik heb uiteindelijk het bankje maar hier neergezet. En een beetje zand en de bloemetjes van hier nagebootst. Wat trouwens ook weer een raar dingetje is. Is dat, kijk, deze bloemen zeg maar. Dat zijn dus gewoon deze. Dit is de normale maat. Die is een stukje kleiner dan wat er in New Crest in de wereld staat. Dus dan denk je, oh, dan maak ik een beetje groter. Is je weer te groot. Dus dat snap ik ook niet helemaal dat de Sims dat heeft gedaan. Maar dat is de update die ik jullie nu kan geven. Achtertuintje is gedaan. Wat decoraties hier opgehangen. Voortuin is gedaan. We hebben hier wat graffiti. Die heb ik van de galerij gehaald. Ja. Dat is wat ik heb gedaan aan de buitenkant. Maar laten we aan de binnenkant gaan werken. We hebben hier onder andere een kantoortje. We hebben hier nog een slaapkamer. Misschien is het wel mooi om die vloeren dan mee te nemen. Ja. En dan pakken we eerst even dit gewone behang. En dan kunnen we dat altijd nog veranderen. Maar dit is altijd wel voor handig om te hebben. Hoe was jullie dag? Of hoe gaat jullie weekend zijn? Heeft er iedereen zin in het weekend?
Ga ik dit trouwens ook wit laten? Dat weet ik ook nog niet, wat ik met die gang wil. En of ik nog tijd heb ook om de gang aan te kleden. Want op zich... Oh nee, hier moet nog een deur komen. Ik wou zeggen, hier moet trouwens ook nog een deur komen. Ik zeg, heb je best wel een leuk hoekje om wat van te maken. Maar ja, dan moet er natuurlijk nog deur in. Ja, ik heb overal dezelfde deur gebruikt. Oké, dan pakken we die gewoon. Hier een deur. En hier een deur. Nou, dan heb je hier wel een hoekje voor een kastje. Slinky's dag was goed. En ja, je hebt zin in het weekend. Kijk, dat is mooi. Heb je nog leuke plannen voor het weekend? Ik ga weer filmen voor YouTube in ieder geval. En zondag ga ik daten met Dagmar in stijl. It Takes Two. Wordt weer tijd voor It Takes Two op stream. Ik zoek... Wat is dit allemaal? Waarom staat dit allemaal gemarkeerd als nieuw? Aan het werk heb ik al zo lang, maar oké. Comfort. Ik wil namelijk wel een keer een hoogslaper hier stoppen. En dan... Ik denk alleen dat ik het een kamer maak voor één kind. Niet voor twee. Het zou wel kunnen voor twee. Dit stalen bed hebben we natuurlijk niet echt als hoogslaper. Ja, we hebben zoiets. Dat lijkt er wel op. Zo stoer. Die is te schattig. Oeh, dit is natuurlijk heel erg industrieel, deze. Wat hebben we nog meer? Die. Oh, dus die schattige weer. Deze vind ik zo leuk, hè? Dit is echt leuk als je een soort van kampeerachtig huisje maakt. Bungalowhuisje. De kermis! Oh, ik ben al zo lang niet meer naar de kermis geweest. Wat vind jij leuk op de kermis? Ik zelf hou van die bank die dan zo gaat. en die draaischijf waar dan in zo'n karretje zit waar je er omheen gaat. Oh, kermis. Jeetje, dat is echt lang geleden. Ik wil het bed wel. Zo, maar dan wil ik het dingetje aan die kant. Zo, ja. Kunnen we hier wel een kastje neerzetten. Hier kunnen we iets onder zetten. Maar het is wel leuk als je daar in het bed ligt, dat je toch een beetje uit het raam kan kijken. Ik kan wel meteen zien of er iemand het terrein op komt lopen. Gaan we voor deze kleurencombinatie of gaan we voor wat anders? Zwart met rood. Zwart met blauw. Wat hadden we hier? Hier hadden we ook blauwe elementen. Ja. Iets met de muntjes. Oh, is dat die... dat je zo'n plaat hebt. Zo'n plaat naar voren. En dan liggen er allemaal muntjes op de tafeltje. En dan moet je dus zeg maar muntjes erin gooien. En dan hopen dat het de voordeur weer afdondert. Die bedoel je zeker? Ja, die. Ja, die vond mijn moeder ook altijd heel leuk. En ik zat altijd te hopen van, kom, vat er wat af. Ik vond skibal ook altijd leuk. Niet dat ik er goed in ben. Ik en richten en gooien, dat is niet mijn ding. Maar ik vond het wel leuk. Ik pak die kleur wel, want dan kan ik gewoon deze gordijnen meenemen. Hoppa. Kijk. De kamer heeft nu al gordijnen. Wat heb ik voor de rest nog meer met de muur gedaan? Ja, ik heb drie witte muren. En dan eentje zo één. Zal ik dat ook gewoon meenemen? Is wel geinig. Het is een beetje gek bij de deur, maar ja, het heeft ook alweer wat. Ik weet alleen niet of ik er een bureau onder wil zetten. Omdat ze hier natuurlijk ook nog wel wat ruimte hebben. Of dat ik er een zithoekje of zo onder wil gaan doen. Hey Rowenia en Corine, welkom. We hebben het net over de kermis. Wat vinden jullie leuk bij de kermis? Opbergruimte. Kleding. Een kast. Ik wil wel een beetje tiener... Oh, dit is wel schattig. Maar niet voor dit huis. Maar wel schattig. Beetje tienergericht. Ik kan natuurlijk ook zelf een kast maken. Maar ja. Oh, dit is wel tienergericht. Oh, dit is eigenlijk niet eens een hele verkeerde. Die komt toch ook in... Oh, dit is weer een andere blauw. Grijs zou ook nog kunnen. Zo, lukt het, Omarie? Ik hoor opeens een rare geluiden. alleen de tent, verder ben je geen kermispersoon. Ja, dat kan. Ja, ik ben ook niet iemand die uren over de kermis heen struint, maar... Ja, hier in de buurt hebben we altijd normaal gesproken één keer per jaar zo'n feestweek met ook een kermis erbij. En dat is nu al eventjes niet.
En wat dan vooral ook leuk was, is dat je gaat gewoon met één iemand erheen of met een groepje erheen. En omdat het allemaal mensen uit deze regio zijn, kom je echt mensen van je middelbare school tegen. En van de MBO kom ik weer tegen, van de basisschool. De zweefmolen. Oh, dat is ook wel leuk. Dit is ook een toffe kast trouwens. Wat zit hier voor de rest in? Zak die. Kijk, ik zet die gewoon hier neer. Ja, hier. Ik zei klik. Goed zo. Want die heb ik niet in de slaapkamer. Of wel? Oh, die heb ik wel in de slaapkamer. Oh, ja. Dan is het misschien een beetje te veel van het goede. Die heb ik al gebruikt. We hebben ook... Oeh, wacht eens even. Vind ik ook een goede. Ja. Ja, wel die kleur. Dan komt het toch weer wel donker in. Nou, hoekje ook weer opgevuld. Maar zweefmolen is leuk. Ja. Had je bij Duinrel had je zo'n zweefmolen. Dat er ook van die waterspuitjes omhoog kwamen. Maar uiteraard dat het je net niet nat maakte. Ik zit eraan te denken om er een klein zithoekje van te maken. Misschien moet ik dat gewoon doen. Oké, tafeltje. We hebben vast wel een leuk stoer. Ja, iets met ijzer zou het beste zijn, hè? Alsof het bij het bed hoort. Een mooi bijzettafeltje. Kijk, bijvoorbeeld dit. Ja, maar dit is weer ander ijzer. Lastig. Of gewoon zoiets. Maar die hebben we in de badkamer al gebruikt. Of deze. En die hebben de ouders natuurlijk ook. Deze. Oh, dit vind ik eigenlijk niet eens een heel... Wat ligt erin? Ik zie het niet. Wat ligt erin? Ja, wel mappen. Ik weet niet. Ik zie tieners nou niet echt als een levensfase om van die dossiermappen te hebben. Maar voor de rest zie ik nou ook weer niet echt... Ja, deze is van ijzer, maar die is weer heel erg vintage. En niet echt industrieel. Is er nou geen enkel bijzettafeltje wat echt van dit spul heeft? Die komt zeker niet in zwart. Oeh, wacht eens even. Ja, maar dat is gek. Dit bij het trappetje daar. Jongens... Kim gaat weer moeilijk doen. Jeetje, deze is heel groot. Nee, weet je, we gaan gewoon over die. Dan is het maar een gek dossiertafeltje. Het pastelkastel, dat blauw komt weer mooi terug in het bed. Want er zitten ook wel andere kleuren bij. Dit is ook, ja... Nee, dat vind ik niet beter pas. Het is meer grijzig blauw. Want dan wil ik daar een leuk tv'tje op zetten. En dan hier gewoon een leuk bankje of zo. Dat je een soort van mini studiokamertje hebt. Ook al woon je nog thuis. Dat lijkt me wel een geinig idee. Oké, twee zit er. Wat is een leuke? Wel een beetje richting industrieel. Maar toch wel een leuke... leuke bank voor een tienerkamer. Maar daar moet ik nog even op wachten. Want ja, ik ga versierd worden. Nee joh, het leek een killerfan. Nee. Verdorie. Het wordt gewoon de molenbril. Even is er blij mee hoor. Die vindt het leuk. Nou, ik gooi zelf wel even die emote in de chat. Hier komt die. Alsjeblieft. Zo. Oh, verkeerde knop. Die. Heeft de Shell ook een bepaald thema? Nou, niet vanuit de opdracht van Dagmar, maar gewoon heb ik er zelf voor gekozen. Ik ben er namelijk mee begonnen toen... Wat gebeurt er hier met mijn raam? Ja, normaal doen. Ik ben namelijk met deze Shell begonnen toen de Sims 4 industriële loftkit net was aangekondigd. Dus toen heb ik ervoor gekozen om het meteen een hele industriële vibe te geven...
Zo heb ik de wc bijvoorbeeld. Daar vind je niks van de loftkit. Want de wc is een van de eerste kamers die ik heb ingericht. Maar er zitten dingen van aan het werk bij. Er zitten dingen van stedelijk leven bij. Heel veel Star Wars dingen zitten erbij. Want het geeft ook best wel een industriële vibe. Hier, trappenhuis vind ik ook heel tof. Debug dingetjes en zo. Dit soort rare dingetjes waarvan je denkt, normaal gebruik je het nooit. Ik heb ook hier nog in deze kamer wat dingen reserve staan. Waarvan ik denk, dit kan ik wel ergens kwijt. Nu ik dit zo zie, deze is best wel smal. We hebben hier nog een hele kale muur op de gang. Hoppatee. Waarom is die deur nou weer raar aan het doen? Zo, niet zo vervelend doen. Ik heb helemaal niet de rare plek gegeven aan jou. Dat moet je gewoon kunnen. Kijk, nou hebben we die muur ook weer versierd. De tweede keer dat ik dus ging bouwen met deze Shell Challenge, toen was de industriële loftkit die dag uitgekomen. En toen hebben we dus heel veel dingen van de loftkit al kunnen toepassen. Dat zie je vooral in de keuken, wou ik zeggen, maar bijvoorbeeld in de slaapkamer ook. Want die kast is nieuw, het tafeltje is nieuw, dit bed is nieuw. En in de keuken kan je het heel goed zien, want ja, de krukjes hier zijn nieuw. De bartafel is nieuw. Deze lampen zijn nieuw. Deze versiering vind ik heel tof, is nieuw. Dus, oh ja, en deze fietsenplaat is nieuw. Deze buis. Je kan ook uitroepteken Loft in de chat doen. En dan krijg je een linkje van een Town of Plumops video. Waarbij we alle items van de Loftkit bekijken. Waaronder ook deze hele toffe. Dus ik heb mijn huis een hele industriële Loftkit vibe meegegeven. En ja, daar ga ik nu mee verder. En ik vind het wel een dingetje. Want ik vind industrieel vind ik best wel een mooie stijl. Alleen niet voor mezelf. Ik heb wel industriële elementen in mijn huis. Maar ik zou het zelf niet willen hebben als compleet industrieel, zeg maar. Is dit een leuk bankje? Ik denk dat het te schattig is met al die patroontjes en blaadjes. Nee. Het moet er, ja, voor een tiener, hè, dan ga je er geen hele chique bank in stoppen. Een dure bank ga je er niet in stoppen. Het moet iets simpels zijn, een beetje, ja, afgeraffeld hebben we niet echt. Voor een tiener. Ja, ik zou die kunnen doen. Komt die met een blauwe? Wel geel. Ander soort blauw. Oh ja, dit is ook wel blauw. Oh, dit vind ik eigenlijk wel een goeie. Dit is eigenlijk niet zo heel slecht. Top. Oké, dat is de bank voor de tiener. Dan heb ik een ideetje voor dat gat, want nu zitten we een beetje met dit. Zo. Ja, dit wordt wel heel groot. Nee, ik wil gaan toch voor... Ik wou... Ja. Dat is gewoon makkelijker. Maar ik ga dan denk ik toch voor een plankje. Dus je gaat weer naar achter. Tegen die paal aan. Zo. Het ziet er mooi uit. Dankjewel. En dan gewoon simpele zwarte planken aan de muur. Hoger. Oh, dit is echt best cool. Kijk, en dan kunnen we hier een mooie versiering opzetten. Net als wat ik beneden heb gedaan. Een televisie. Ja, ik kreeg voor mijn 12e verjaardag, weet ik nog, kreeg ik echt zo'n hele ouderwetse, zo'n vierkant televisietje van Shark. Ik heb hem nog steeds. Ik word al bijna 32 en ik heb hem nog steeds. Hij staat op zolder. Want, dus dat was wel een ding. Het televisietje was zeg maar zo. Maar de lengte van het stopcontactsnoertje was ook zo van de stekker. Dus hij moest altijd heel dicht bij het stopcontact. Dat was heel irritant. Oké. Apparaten? Nee. Elektronica? Nee. Elektronica. Moet ik niet klikken op verlichting. Wat voor televisie geven we deze? Geven we wel zo eentje? Ja. Kan een ander voorwerp niet doorkruisen? Ik heb move-objects aanstaan. Niet zo vervelend doen. Godzakken, gaan we zo vervelend doen? Nee, dat wil ik niet. Ik wil hem kleiner. Een klein beetje schuin. En een... Waarom? Ja, ik wou zeggen.
Ik pak het tafeltje en hij vergroot de tv weer. Kijk. Prima. Waarschijnlijk als hij de volgende keer de save-file open, dan is de televisie weer weg. Dus dat is even een dingetje wat ik in de gaten moet houden. Wat gaan we hier nog meer neerzetten? Nou, dit ziet eruit als zo'n iPod shuffle geval. Kan die op zo'n plankje? Dat is deze toch? Of was er nog een andere? Nee, ik vind dit er wel zo eentje uitzien alsof je met Bluetooth iets kan afspelen. En een leuk lampje erbij. Een leuk tafellampje. Voor deze gaan, het ID-lampje. Hihi. Zo geinig. Oké. Kleedje erbij. Het wordt best een leuke kamer eigenlijk. Ga ik voor die lelijke van de nieuwe pack? Oh ja, ik vind hem zo niet mooi. Zelfs verkleind vind ik hem eigenlijk niet eens mooi. Ik vind hem gewoon niet af of zo. Maar ja, ik wil wel dingen van de loftpack gebruiken. Oh kijk, hij komt met blauwig. Maar ik vind dit blauw weer niet echt heel erg hetzelfde. Dus die gaan we toch even aanpassen. Pakken we die wel. Beetje grijzig. Even tussendoor opslaan voor de zekerheid. We kunnen meteen even kijken wat er met de televisie gebeurt. Die blijft nu nog staan. Het gaat nog goed. Voor hoe lang? Ja, dat is een beetje de vraag. Maar nu gaat het nog goed met de televisie. Oké. Nou, dan hebben we natuurlijk een muur daar die we nog kunnen versieren. Misschien kunnen we daar wel een leuke een of ander prikbord of zo ophangen. Of een leuke poster. Ja, dit is een tienerkamer, hè? Als ik ook een beetje kijk. Ja, het is best wel unisex. Het zou voor een jongen kunnen zijn. Het zou ook nog voor een meisje kunnen zijn. Ik heb nog niet bepaald een specifieke tienerjong of tienermeisje richting gekozen. Kijk, want we hebben dit soort dingen. Dit is heel erg kinderlijk. Dit is dan weer heel stoer. Dat vind ik wel weer hier passen. Dit is weer kinderlijk. Dit is, even kijken hoor, sport en muziek. Ja, ik doe deze wel, want dit kan ook zowel voor een jongen als voor een meisje zijn. Dit vind ik wel tof. Oké, dan is die kant is zo goed als klaar. Hier kunnen we nog wat doen. Misschien kunnen we daar wel de spiegel doen. Hebben we een beetje een stoere spiegel? Ja. Waar was die ene? Oh, ik wacht ervoor. Ik moet even. Elke keer als je, zeg maar, als je die bril op hebt, je kijkt heel erg. Zo, dit gedeelte. Daar kijk je heel erg op. Dus het is soms als je iets specifiek aan het zoeken bent, dan zit je echt zo. Ik kan het niet vinden. Ik zie hem nu wel in het rood. Komt hij ook in het blauw? Lichtblauw. Oh, hij is wel heel groot, hè? Spiegels verkleinen niet. Kak. Dan maar gewoon deze. Die dan. Oh ja, en ik wilde daar nog een prullenbakje neerzetten. De molenbril, ja. En ik zo lang ben ik nu niet eens live. En ik heb nu dit ding al op. Arme ik. Oké, hier wil ik dan een bureautje gaan neerzetten. Moet ik even kijken of een bureautje van 1 breed. Hoe breed is de kamer? Ja, is wel 3 tegels breed. Maar ik wil niet dat je binnenkomt dat eerst die deur dicht moet. En dat je er zo langs moet. Dus we doen een bureautje van 1 breed. Kijk, dan hebben we onder andere deze. Wat is dit? Serieuze plannentafel. Oh my god. Oh, het is anders blauw. Verdorie. Grijs. Dit is een beetje ijzig blauw. Die kan wel. Hoi Tess. Oh, verdorie. Tank Slinky Killer. Oké, nou wat ik dus net heb gedaan. Is ik heb hier dit prullenbakje neergezet. En ik heb hier de spiegel opgehangen. Noep. Jullie mogen allemaal noep in de chat zeggen hoor. En nu gaan we kijken, omdat als we zeg maar hier kijken, dan is de kamer is 3 meter breed. Maar ja, je hebt natuurlijk 1 meter nodig voor die deur open te gaan en zo. Dus ik wil eigenlijk gewoon alleen hier een bureautje en niet de volle 2 meter gebruiken. Want dat vind ik toch een beetje te krap worden. Dus wat ik aan het zeggen was, nou ja, we hebben dus dit soort dingetjes. Helemaal prima.
Maar, en deze, die kan altijd. Maar ik zag dit en toen dacht ik, oeh. En we hebben dus dat donkerblauw, maar dat is net verkeerd. Maar we hebben ook een beetje dit ijzige blauwe. En dat past op zich nog wel. Wit, grijs en zwart kan natuurlijk altijd. Even kijken of we verder nog iets hebben. Ja, dit is schattig. En voor de rest niks. Misschien moeten we voor deze gewoon gaan. Ik vind het wel heel tof. Pro. Ja, ik vind dit heel mooi met dat tafeltje. Maar ik vind het niet mooi naast het gordijn. Dus misschien... Ik ga wel voor grijs. We gaan wel voor grijs. Oké, okay. Oh, hij staat al precies goed. Dat is mooi. Van, wat van huis wordt dit? Dit is de Shell Challenge van Mipuki Games. Je kan uitroepteken Shell in de chat doen. Mocht je zelf ook nog mee willen doen. Dit kan tot en met aanstaande woensdag 15 september. We moeten eigenlijk wel een beetje een stoere stoel bij, hè? Hier. Ook weer de verkeerde blauw. Oh, wacht. Deze horen bij elkaar. Dit hoort bij elkaar. Maar... Ja, dit is weer een ander soort blauw. Dus dan kan ik voor zwart gaan. Ik kan voor wit gaan. Ja, of dit met bruin. Komt alleen... Ah, er zit wel wat bruin in de kussentjes. Oké, we doen het wel. We geven wel bruin. Oeh! Rugzakjes op de achterkant. Ja, Mipuki streamt dus zelf ook. En waaronder de Sims 4. En dit is al haar vijfde Shell Challenge, ja jongens. Alleen, mocht jij een trage bouwer zijn, ik zal het even laten zien. Zo ziet het er dus uit. Je hebt allemaal kamers met hele gekke vormen. En je mag binnen ook niks veranderen aan de muren. Dus de muren die er staan, die moeten ook blijven staan. En je mag geen muren toevoegen. Dus dat is een uitdaging. Maar voor degenen die van een uitdaging houden en dit weekend niks te doen hebben, je kan dus tot en met aanstaande woensdag nog inleveren op de galerij. Ik vind dit echt een toffe kamer. Dagmar is altijd heel goed met de vormen. Ja, oh, dat weet ik nog. Oh, dat ho-ho-ho huis. Die kerstcollab die we toen in december hebben gedaan. Zij ging openen. Zij ging de shell maken. Nou, dat hebben we geweten. De ding was groot en 3 verdiepingen. En allemaal schuine muren overal. Even kijken, ik had hier een laptop. Hè? Maar ik vind dit eigenlijk, aangezien dit meer een kantoorruimte wordt, geven we de tiener wel de laptop. En dan geeft die kantoorruimte wel een goede computer. Ik zie hier blauw, maar ik zie hier geen blauw terug. Nou ja, dan maar. Dan moet het maar. Slinky Killer fan, ik heb er ook iets van proberen te maken, maar ik heb alleen base game. Nou, dat is toch prima? Ja, het is wel lastig met alleen base game, maar als je alleen base game gewend bent, dan dat is anders. Ik vind het lastig om nu nog met base game te bouwen, omdat ik al zoveel packs heb. Oeh. Tof dit. Oké, ik zit een beetje met het hoekje daar. Aan de ene kant zeg ik, zet er een plant neer, maar aan de andere kant tieners en planten... Oh, Tess heeft zo'n majorette. Oeh, wacht. Een hangplantje, doen we dat wel. Ja, ik weet anders ook niet. Ik zie tieners niet zo snel planten hebben in hun kamer. En dit is iets wat hangt. Komt de moeder 1 keer in de week even met een kannetje water, dan is het toch goed. Wat gaan we hier dan ophangen? Het is ook wel leuk om daar nog iets aan de muur te hangen. We kunnen weer voor posters gaan. Ik kan ook een prikbord of zo doen. Kunst vind ik wat minder. Wat is dit? Onze infoplakkaat. Nee. Een tiener met een verbod voor mobiel. Nee, natuurlijk niet. Oeh. Dit vind ik echt wel een goeie. Een of andere... gesigneerde sporttrui. Ja, top. Is weer anders blauw, hè? hier staat één handtekening op. We doen wel die.
Lekker veel handtekeningen. Alleen, wat doen we daar? Misschien even bij muurdecoraties kijken of zo. Het is hier nog een beetje... Ja, niet alles hoeft natuurlijk volgepropt en bedekt te worden. Iets voor een... Ja, zo'n posterding. De blauw is met schaken, nee. Gamen. Of nee, ja, dat is meer verzamelen. Dit is gamen. Muziek. Schilderen. Dus het staat nergens een schildersezel. Lastig. Heb je al gespeeld met de freelance wel eens uitbreiding? Het is niet freelance. Het is de wellnessdag opfrissertje. Ja, dat was mijn vorige stream. Die kan je nog terugkijken op Twitch. 60 dagen lang kan je mijn streams terugkijken. En ze komen ook op YouTube. Dit is wel heel erg landelijk, hè? Dit is iets met een kroon, dus dat zou nog kunnen. De kippetje. Ja, we gaan voor de kip. Dat gaat Dagmar wel geinig vinden. Team kip. Zo. Oké, even tussendoor opslaan. Ja, de Sims Wellnessdag is natuurlijk een pakket wat al 6 jaar uit is. En dat heeft dus een opfrissertje gekregen. Dus met een patch update hebben ze meer dingen toegevoegd aan die pack. En daar heb ik dus van de week mee gespeeld. Ja, je kan zelf yogalessen geven, maar het is geen freelance carrière. Het is iets wat je gewoon... Je kan gewoon naar een wellnesscentrum gaan en dat doen. Net als dat je bij een kroeg ook gewoon achter de bar kan staan. Maar het is geen carrière. Het is niet dat je met je telefoon klikt van ik zoek een freelance baan of zo. Want dat is natuurlijk freelance banen. Zijn schrijver, modefotograaf. En die andere ben ik vergeten. Erg. Tot de volgende keer, Sneaky Killer Fan. En thanks hè, voor die molenbril. Je hebt in ieder geval de tienerkamer erbij gemaakt zien worden. Dan gaan we hier... Oh, wacht. Lamp. Lamp. We hebben nog een lamp nodig. Wat hebben we hier? Bij de ouders. Die. Ja, nemen we mee. Kom maar. Even kijken. Eentje. Twee kleiner. Zo. En die weg. Is het nou licht genoeg? 'S Nachts. Ja, we hebben daar een klein lampje. We hebben hier een plafondlamp en daar nog een klein lampje. Ik vind het goed. Zo. Oké. Nu gaan we wel naar het kantoortje. Nee, social media niet. Iets met schilderen. Iets met... Het was niet schilderen. Het was wel iets... Iets waarbij je zo'n tekentablet of zo had. Oh jee, er komt nog een verkleedpartijtje bij. Nou, gaan we draaien. Digitaal schilder... De kralenketting. Zo, hallo. Het is hier geen klimtoestel bedoeling. Ik zoek het uit. De kralenketting. Digitaal kunstenaar. Zoiets, ja. En er was nog één. Iets met schrijver. Maar dat was heel gek. Omdat schrijver is ook al... ja, katten. Pff. Nou, voordat ik live ging, zat ik nog even in call. En toen kwam hij al mouwen. Dus ik dacht, ik geef je zo even wat te eten voordat ik begin met streamen. Anders sta je straks elke half uur... Oh, hij staat ook serieus nu al naast me. Maar anders sta je elke half uur naast me voor voer te zeuren. Zo netjes en maf. Netjes en maf. Staat prachtig bij die bril, ja. Jullie kunnen weer blij zijn. Kim heeft weer de molenbril op. Oh, ik voel het nu al. Oké, apparaten. Nee, niet apparaten. Elektronica. Ik klik elke keer verkeerd. Want een computer is ook een apparaat. Gaan we voor zo'n... Nee. Nee, we doen industrieel nu, hè. Dus gaan we voor zo'n bakbeest. Of...
deze. Niet van deze wereld. Oké. Zou je dit aanraden, Kaat? Mocht ik ooit op date gaan? Kaat zegt, je bent weer helemaal sexy. Zou het zijn, hè? Die gozer weet niet wat hij overkomt. Als ik binnenkom met... joehoe! Ik zeg het doen. Oh. Ja, het grappige was... Gisteren in het Discord-server gingen we erover daten. En ik hou er niet zo van. Want ik kan niet zo goed tegen spanning. Zal ik hier iets met... Nee, het is donkerbruin. Gewoon zwart dan. Ik kan niet zo goed tegen spanning. Ik denk dat dit wel een ijsbreker is. Als je zo binnenkomt. Tess, ik probeerde gisteren om bij mijn boerderij in de schuur een eigen mini-wellness te maken. Maar als je dan yogales geeft, komt niemand. Nee, dat komt omdat jouw boerderij een woonkavel is en geen publieke kavel. En je kan dat niet combineren. Dat kon in The Sims 2 wel. Dan kon je een winkel aan huis hebben. Maar in The Sims 3 is dat niet meer. Of Sims 4. Zo, dit is wel leuk. Oh, en het loopt ook gelijk. Dus die loopt met de onderkant, die loopt gelijk met de bovenkant. En hier ook hetzelfde verhaal. Als je de yogamatten buiten hebt, komen ze wel. Oh, echt? Oké. Okay. Cargo. Wacht. Eentje kleiner. Gaat die onderste plank eraan. Zo. Scheelt ook weer een plankje vullen. Hey Sharon, welkom. Oh, ik zit hier ook nog met behang. Ja, ik kan gewoon dit hele thema doortrekken. Telkens één muur dat meegeven. En dan de andere muren wit. Vind ik wel geinig eigenlijk. Ik gebruik dit behang nooit. Dus misschien is het leuk om dat te doen. Sharon. Je bent mod. Je weet toch de command uptime. Foei. Je hebt zelfs als je in het modpaneel zit. Als je in het modpaneel zit heb je hier ergens voor jou een timer lopen. Je hebt eigenlijk niet eens de uptime command nodig. Oh, je zit weer op je telefoon. Hoi Leen. Is het Leen of is het Lena? Ja, dat is een dingetje. Die melding komt niet altijd meteen. Hier, lamaatje erbij. Laten we hier wat meer groen doen, want die computer is ook groen. Zo. Nee, die is wel heel groot. Die doen we hierin. Oh ja, kijk hier. Visitekaartjes. Dat is wel handig. Hebben we hier iets geinigs? Even kijken, rood, groen, een of ander poppetje. Ook een of ander poppetje. Oeh, deze. Hij is wel blauw en ik wilde eigenlijk voor meer groene dingen gaan, maar hij heeft een moertje op zijn buik. Hij heeft een moertje op zijn buik. Heel industrieel. Het is Leen, oké. Okay. Ik ga het proberen te onthouden. Mijn namenskills, ik was er vroeger een stuk beter in. Maar sinds ik in de kinderopvang werk en ook heel vaak dus verschillende groepen heb, dat is echt lastig. Ik was vandaag, hè? Dat is een ding. Er is één locatie waar ik het... Er zijn twee locaties waar ik het meest sta. Dat is zeg maar... Ik heb geen vaste uren. Ik heb geen vaste groep. Ik ben zeg maar een flexer. Dus ik heb een 0-uren contract. En ik ben een soort van bonus PM'er. Dat als er ergens iemand vrij is. Of iemand ziek is. Of er zijn extra veel kinderen. Dat ik dan ingezet kan worden. Elke flexer heeft zeg maar zijn vaste thuisbasis. Dus er is één manager. Of één locatie waar je dan standaard bij hoort. En daar zit dus een jongetje. Die ik dus gewoon regelmatig wel zie. En ik weet hoe die heet. Maar dan moest ik vandaag de tussenschoolse opvang doen.
ergens anders. En daar zat een jongetje die heel erg op hem leek. En ik heb ook geen idee meer wat zijn naam was. Want ik zat de hele tijd de naam van het jongetje van mijn normale locatie in mijn hoofd. En ik denk, zo heet hij niet. En dat is hij niet. Dat is verwarrend, joh. Dat heb ik ook met twee locaties waarbij twee meiden ongeveer hun haar en hun haarkleur is hetzelfde. En ze hebben allebei een brilletje op. Ze zijn ook allebei even oud, maar verschillende namen. En dan denk ik ook altijd, welke naam hoorde ook alweer bij welk kind? Sharon zegt, ik ken dit. Oh. Ja, het is echt een dingetje hoor, naam onthouden. Even kijken, een modelvliegtuigje. Oh, die mag daar op, top. Op de plank. Jij bent invalonderwijsassistent. Oh, dat is ook wel. Is daar wel werk in? Ik heb daar wel eens over nagedacht. Maar dan moet je ook natuurlijk om 8 uur 's ochtends op je werk zijn. Daar word ik niet zo gelukkig van. Ik dan doe liever na schoolse opvang. Dat je pas om 2 uur... joe, hier ben ik. Oh, we kunnen hier wel een groene. Oh, die is een stuk groter. Ik dacht, het is een kleintje voor op een plankje. Oh, dit is het kleinste wat hij kan worden. Week, Tessa. Oh, mijn hemel. Hoe leef je nog? Je zag door de kinderen het bos niet meer. Nou, ik had gelukkig een klein groepje. Maar het is gewoon dat als er twee kinderen zo ontzettend veel op elkaar lijken, maar dan verschillende namen hebben, dat is niet leuk. Nou, ik heb het hier wel. Wat is dit? Oh, dit is gewoon alleen een vlaggenmast. Oké. Ik heb het hier wel een beetje gezien. Oké, we gaan naar de rommel. En een studie ernaast. Oké, Tessa, ik heb echt respect voor jou. Ik word er alleen al moe van als ik er naar over denk. Jeetje. Ik heb ook een studie ernaast, maar ik werk part-time. En ik studeer part-time. Mijn school heeft ook echt een flexstuderen traject. Dus, ja. Ik betaal ook niet het volledige collegegeld, maar slechts een deel. En dan volg ik ook echt maar een deel van de vakken. Doe ik er wel langer over. Maar als ik het volledige school... Ja, normaal gesproken dan. Want het is vanwege COVID hebben ze het schoolgeld omlaag gehaald dit jaar. Maar stel dat ik het volledige schoolgeld in één keer zou moeten betalen. Dan heb ik dus geen tijd om naar school te gaan. Omdat ik zoveel moet werken om het bij elkaar te verdienen. En als ik niet zoveel werk dat ik alle tijd heb om naar school te gaan, dan heb ik geen geld voor om de school te betalen. Dus ik ben heel blij dat mijn school een flex-studeertraject heeft. Dus ik betaal maar voor een aantal vakken. Dan doe ik wel langer over de opleiding, maar daardoor heb ik de kans om het gewoon te halen zonder een burn-out of zo te hebben. En Kaat eet smakelijk. En Tessa, ik vind het eigenlijk wel veel te veel hoor. Ik wil ook minder werken dan 5 dagen, maar helaas nu wel 5 dagen. Maar voor de komende 40... Voor de komende week al. Maar weet je ook hoeveel weken? Dan heb je een soort van doel. Dat je denkt, nog zoveel weken. Er is een datum. Er is een moment dat het minder wordt. Wat is dit? Geen oude foto's van grootmoeder. Oh, die kunnen er wel onder. Zo. Tess gaat eten. Eet smakelijk. En ik ben lekker aan het brouwen, Brit. Als het goed is, heb ik het ook in mijn titel gezet. Ik zet altijd, als ik de Sims doe, dan zet ik er altijd bij bouwstream of gameplay. Zodat je van tevoren al weet of ik echt aan het bouwen ben of lekker aan het gameplay aan het doen ben. Moet er daar nog iets? Nou ja, hoeft niet per se. Je kan ook wel een plankje leeg houden. Een teamfoto van ooit. Ja, leuk. Ander lijstje. Zwart natuurlijk. Zo. Of donkerbruin. Ja, hoe gaan we het kantoor verder aankleden? Want we zitten hier natuurlijk met dat raam. Zullen we gewoon diezelfde gordijnen weer pakken?
Oh, ja, dan zit je alleen met dat bureau. Oké, even het bureau een stukje. Zo, ik vind dat toch mooier. Hoe vind je de nagellak in de Sims? Nou, ik heb dus gekeken in mijn vorige stream. Ik was woensdag live. Was het woensdag? Ja, woensdagavond heb ik ook een streampje gedaan. Dus die kan je nog terugkijken de komende 2 maanden. Maar toen zijn we dus echt de gameplay ingedoken met de Sims hier Wellnessdag. En ik ben persoonlijk niet van de hele lange nepnagels. Ik heb ook altijd iets van... Hoe gaan mensen naar de wc? Hoe strekken ze hun veters? Hoe doen ze hun gulp van hun spijkerbroek dicht? Hoe doen ze de knoop erin? Ik snap niet hoe mensen met zulke lange nagels kunnen doen. Dus ik ben zelf meer voorstander van die kortere nagels die erin zitten. Ik vind het wel tof dat die langere nagels erin zitten. Want ik probeer natuurlijk met de Sims wel allerlei verschillende type karakters te maken. En je hebt natuurlijk ook karakters die dus wel van lange nagels houden. We moeten zo over de tienerkamer in, want ik zie dat het bed verdwenen is. Ik zit zo naar mijn scherm te kijken. Ik denk, ik mis iets. Ja, ik vind het sowieso wel heel tof dat ze de nagellak hebben toegevoegd. Het enige wat mij is opgevallen, want dat hebben we ook geprobeerd, is je kan natuurlijk in zo'n massagestoel gaan zitten en een manicure krijgen. Dus dan komt er iemand die gaat dan je nagels veilen, die gaat je nagels lakken en dan heb je dus die nagels. En die heb je dan ook meteen bij alle outfits. Dus als jouw Sims daar in alledaagse kleding in zit en die gaat daarna naar buiten en die trekt dus een koud weer outfit aan, dan zitten diezelfde nagels daar nog steeds. Maar als je dus de nagels in creëren Sim doet, dan doet hij dat alleen bij de outfit waarbij je dat aanklikt. Dus je zou bij alledaags zwarte korte nagellak kunnen doen en dan opeens bij zwemkleding een of andere regenboog effectje lange nagels. En dan bij feestkleding weer iets met glittertjes. Dus dat vind ik gek. Dat klopt niet. Ik heb toen ook gezegd in die video, de enige reden dat ik dan in creëer een sim nagels zou geven, is als het alleen voor een challenge is en dat ik de sim op de galerij zet, maar er niet van plan ben om mee te gaan spelen. Als ik echt ga spelen met een sim en wil dat ze nagellak op hebben, dan doe ik het dus met die stoel. Zodat ze het meteen op alle outfits hebben. En dat je het ook weer weg kan halen. En weer een ander nagellakje erop kan doen. Want ik vind dat met Cas toch een beetje gek. Dat je bij alledaags denkt. Oh, ik doe leuke korte nagellak op met een zwart kleurtje of zo. En dat die bij formeel dan weer verdwenen is. Het is niet een ring of zo die je zo af kan doen. Dus ja, dat is een beetje vreemd iets. Oké, nou. Onze mooie stapelbed hier is verdwenen. Hier word ik niet echt blij van. Er zit echt een vloek op mijn bouwstreams. Misschien moet ik gewoon stoppen met bouwstreams. Die scheidbedden elke keer. Ik heb move objects voor een reden. Dus dat bed blijft daar staan. Voor een reden. Ja, dankjewel. Oké, maar nu zijn we hier. En nou zit ik nog met 2 hele grote stukken muren. Waarvan ik denk... Wat gaan we daarmee doen? Wacht eens even. Deze is een stukje korter, hè, deze muur. Dus als we hier nou... Dit is een of ander diploma iets. Dit is een of ander diploma iets. Bouwplannen. Ik studeer schrijftolk. Ik weet alleen niet of je het kent. Ik ga er vanuit van niet. Toevallig was ik gisteren bij een streamer. En die vroeg aan mij wat ik deed. En toen zei ze, ja, ken ik niet. En toen zei ik ook... Ik ben eerder verbaasd als mensen het wel kennen dan als ze het niet kennen. Die is goed. Wat is dit? Nee. Allemaal werkachtige dingen wil ik aan de muur. Een afstudeerfoto, helemaal leuk. Wat is dit? Nog een plakkaat, hoppatee, helemaal leuk. Kijk mij even de succesvolle ondernemer zijn met al mijn plakkaten en dingen aan de muur. Ja, dat is gewoon een wereldkaart. Ja, die kan. Oh, die wordt heel blurry. Dat is jammer. Oh, Boontje kent het wel. Kijk. Ja, Tessa zegt ook nee, het zegt me niks, haha. Maar kijk, dus Moontje kent het wel. En die kent het ook meteen omdat ze dus met slechthorende jongeren heb gewerkt. Nou, wat schrijfdoc dus is... Ik heb hem toevallig hier. Doe even die bril af hoor, sorry. Schrijfdoc is... Ja, het heet schrijfdoc, maar eigenlijk ben je typdoc. Doe ik op dit toetsenbord. En het toetsenbord bestaat dus uit 2 delen. Je hebt dus de linkerkant. Dit is dan de rechterkant. En dan heb je hier dus alle... Klinkers en medeklinkers en hier ook. En als ik dus aan de linkerkant een medeklinker pak, dan komt die voor de klinker. En als ik aan de rechterkant
een medeklinker pak, dan komt die na de klinker. Dus als ik wil bijvoorbeeld zeggen oké, dan moet ik hier de klinker pakken, of de medeklinker pakken. En als ik KO wil zeggen, dan moet ik dus hier pakken. Zo is hij dus opgebouwd. Wat is het verschil dus met dit toetsenbord en een QWERTY toetsenbord? Dus nou, op een QWERTY toetsenbord of voor België AZERTY, is dat elke letter staat er gewoon één keer op. Hier staan niet alle letters erop, zoals je kan zien. Maar je ziet bijvoorbeeld bij, nou laten we zeggen de K hier, dan staat er plus Z wordt het een X. Dus als ik K en Z tegelijkertijd indruk, wordt het een X. En dit toetsenbord werkt ook zo dat op een regulier toetsenbord, dus een QWERTY of een AZERTY, moet je dus elke toets afzonderlijk indrukken. Dus als ik mijn naam wil schrijven, dus K-Y-M, dan is het drie keer een toetsaanslag. Op deze, mijn naam is ook één lettergreep, dus dat maakt het makkelijk. Dan is het dus de K, de Y en dan hier de N en de R, want het wordt samen een M. Tegelijkertijd indrukken, tegelijkertijd loslaten en dan heb je dus meteen een lettergreep. Dus dat is één keer iets indrukken en daardoor is het de bedoeling dat als ik afgestudeerd ben, dan spreeksnelheid kan bijhouden. Dat is een frustratiedingetje. Ik ben nu bezig voor de 300 tekens per minuut en ik ben of snel genoeg of foutloos genoeg, maar nog niet allebei. Dus ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met dit ding. En Moontje zegt ook, leg even uit waarom en voor wie je tolkt. Ja, schrijftolk is dus mensen voor mensen die slechthorend zijn en op zo'n mate slechthorend zijn dat ze niet altijd gesprekken goed kunnen meevolgen. Bijvoorbeeld de vergadering op werk, dat soort dingetjes. Schrijftolk is ook voor dove mensen of ook voor slechthorende mensen die bijvoorbeeld niet gebarentaalvaardig zijn. Want iemand spreekt Nederlands, ik typ Nederlands, het komt op mijn laptopscherm. Ze kunnen dan gewoon meelezen. Maar er zijn ook wel dove mensen of slechthorende mensen die wel gebarentaalvaardig zijn, maar voor bepaalde specifieke momenten liever een schrijftolk hebben dan een tolk gebarentaal. Want stel je voor, een hoorcollege van 2 uur lang naar een tolk kijken is best pittig. Je kijkt even 2 seconden weg en je hebt een zin gemist. Maar een hoorcollege met 2 uur lang een schrijftolk kan je een beetje rondkijken en op het computerscherm verder meelezen. Schrijftolken worden ook wel eens gebruikt voor live ondertiteling op tv. Niet altijd, maar soms wel. Want ik vond het wel grappig. RTL Late Night, als ze dan een internationale gast hadden en dan was er bijvoorbeeld een gesprek in, weet ik veel, het Engels, het Frans, het Duits of zo. En dan werd er dus live ondertiteld. Dan zag ik van die Velotype typfoutjes. Want als je op een QWERTY toetsenbord 1 knopje ernaast typt, dan is vaak maar 1 lettertje anders. Maar omdat je met combinaties drukt. Als je net 1 knopje ernaast zit, komt dus bijvoorbeeld een compleet andere combinatie. Moontje zegt, wij gebruiken een schrijftolk voor grotere bijeenkomsten en vergaderingen inderdaad. Ja, voor vergaderingen is het vooral heel fijn. Met al die verschillende sprekers en zo. Je hebt ook meteen een notule. Bij rechtszaken heet het anders. Ik ben even de naam nou kwijt. Een iets. Hoe heet dat? Dat is geen schrijftolk wat ze bij rechtszaken gebruiken. Dan ga ik het koeklopen. Of iemand in de chat moet het nu weten. Rechtszaak mee typen. Hoe heet dat? Een griffier. Een griffier maakt aantekeningen van alles wat er tijdens een zitting wordt gezegd en gedaan. En maakt daarvan eventueel een procesverbaal. Ja, het is in ieder geval niet met een Velotype toetsenbord. Het is met iets anders. Ik ben even de naam kwijt nu. Ik kan het ook niet vinden. Maar ja, daar typen ze ook van alles mee inderdaad. Tess, ik heb gewerkt met kinderen met verstandelijke beperking en toen wel gebarentaal geleerd. Maar met typen kunnen ze niks. Nee, ja, ik heb ook gebarentaal geleerd. Ik heb ook eerst tolk gebarentaal gedaan, maar dat was toch iets te hoog gegrepen voor mij. En schrijftolk is dezelfde faculteit. En daardoor kon ik toen ik overstapte van tolk gebarentaal naar schrijftolk al een aantal vakken wegstrepen, omdat ik die natuurlijk voor tolk gebarentaal had gehaald. Het FOPS, ja hoor, neem dat plakkaat ook maar. Oh, hier, geneeskunde diploma, doe maar. En wat is dit? Geen brandstichtende sport, nou dat gaan we niet doen. Wel overwogen prikbord. Kan jij... Ja, dat is wel goed. En dan gooien we deze muur vol met diploma's en zo. Ja, het is een beetje... Ik kan dit niet mooi ophangen. Wacht, die is even groot als die. Dan stoppen we jou daarnaast. Allemaal ietsjes lager. Ik irriteer me dat die een bruine rand heeft. Ik moet even kijken of die nog met een andere zwartje komt. Te laag voor die. Oké. Okay. Zoiets.
Oh, kijk, die komt met... Oeh, wat is dat? Ook een diploma dingetje, oké. Okay. Dan kom jij met... Nee, jij komt niet met een andere kleur. Oké, okay. Staat mijn bed er nog? Ja, die staat er nog. Oké, okay, kom jij. Donker, top. Kunnen we hier nog iets... Ja, een plant. Bij een kantoor past dat wel, een plant. Niet een hele bananenboom. Gaan we voor een viool... Dat komt niet zo... Eigenlijk wel iets hoogs, wat boven het bureau uitsteekt. Dat zou wel tof zijn. Ik zoek een plant. Ik zoek een stoere plant. Ja, die komt wel hoog. Maar dan moet ik het bureau opschuiven. hele boom? Nee. Ja, misschien anders toch maar voor die gaan. Die komt tenminste nog gedeeltelijk boven het bureau heen. Dus dat is wel leuk. Nou, kunnen we nog even iets op het bureau zetten. Hier, ongeorganiseerde documenten. Zo. En iets anders kantoorachtigs. Wat is dit? Kleurstalen? Nee. Ik heb ook nooit echt gebaat aan gestudeerd. Ik kan... De talk bij de persconferentie ook niet volgen. Ik kan alleen mezelf duidelijk maken in de schoolsituatie. Oh ja. Ja, ik kan de... Wat bij mij het ding is, is dat... ik heb heel erg moeite met het creatieve omgaan met de taal. Een beetje spelen met de taal. Figuurlijk taalgebruik. Spreekwoorden. Dat soort dingetjes en zo. En daar liep ik heel erg op vast. Ik kreeg dan echt zo'n error in mijn hoofd. En dan zie ik die tolken. En dan denk ik, oh, zo logisch. En zo simpel hoe ze dat doen. Dus ik kan het wel. Ik kan de tolken volgen als ik de audio erbij hoor. En als ik de audio er niet bij hoor, dan kan ik de tolken bij het jeugdjournaal volgen. Omdat het wat versimpelder is. Maar het volwassenenjournaal is toch te snel en te ingewikkeld. Even kijken bij diverse... Of we nog iets leuks hebben. Oeh, een bureaunaamplaatje. Ja. Helemaal top. Moet nog even een lampje ook weer ophangen. We kunnen gewoon de hele... Oeh, nee, dan wil ik van de keuken. Deze. Die nieuwe. Eentje kleiner, boven je bureau. Is de kamer dan licht genoeg? Ja, ik wil eigenlijk daar ook wel een lampje. Kunnen we even kijken voor eentje boven de deur. Zo. Een beetje random lampjes die, hè? Ja. Ik vind al die lampen zo lomp altijd. Draai. Ja, dan gaan we gewoon een tafellampje naast zetten. Oh, die kan wel daarop, maar dat ding is verkleind. Die kan niet daarop. Die lama komt wel hierop, hè. Zo, dan is dat sportteam. Zijn de lama's. En dan kan ik daar een mooi lampje in zetten. Oeh, Star Wars. Oh, die is heel groot. Zo. Die vind ik wel tof. Toch een beetje extra licht in die kamer. We gaan best vlot. Even kijken. We hebben een tienerkamer. We hebben hier een kantoortje. Ja, gaan we daar ook zo'n lelijk... We doen ook wel zo'n lelijk kleed erbij. Ik vind ze echt niet mooi. Maar ja... Toch even wat dingen van het nieuwe pakket erin knallen. Doen we hier wel die. Hebben we die ook een keer gebruikt. Zo.
even tussendoor ook weer opslaan. Dan is boven soort van af. Ja, de gang is eigenlijk wel af. Want ik heb hier al een kastje staan. En, oh ja, lampen nog. Andere lampen. Even kijken hoor. Want Star Wars had ook van die hele toffe lampen. Batu. Daar. Het schiet al op. Ja, ik kan het wel redelijk een beetje vlot bouwen. Oh, die bollen zijn leuk, maar die geven niet veel licht. Schotel. Oh, die zie je. Nee, oké. Okay, geen Star Wars lamp. Wat pakken we dan? Iets voor de gang. Ja, ik heb alleen maar plafonnières in mijn gang. Deze misschien? Oh ja, dit is wel leuk. Oké, doen we dit. Ja, dit is wel genoeg licht. Oké, oh ja. Oeh, hier kunnen op zich wel een grote hier boven de trap. Als het nou, gaan we even terug naar die Star Wars lampen. Zo een bijvoorbeeld. Ja, boven. Oh ja, kak. Het ding is, als ik dat wil, dan moet ik die vloer terugplaatsen. En daarna die vloer weer weghalen. Daar heb ik geen zin in. We pakken wel een muurlamp. Dan niet van Star Wars, want dan wil ik... Wil ik dan... Nee, ja. Maar die is roze. Dat vind ik jammer. Die komt niet met een andere kleur. Ik had dan liever gehad dat ze een wit hadden gedaan. Omdat je in gameplay natuurlijk wel de kleur van veranderen. Maar waarschijnlijk als je hem nu in gameplay veel geel maakt, dan wordt hij oranje of zo. We hebben ook nog deze. Maar dat vind ik vanwege dat dingetje daarboven. Dat komt uit het niets. Ja, wat vinden we hiervan? Van deze lamp. Ik vind het wel passen bij het thema natuurlijk. We hebben hier ook nog iets. Misschien kunnen we hier wel een... Ja, die kunnen we ook al hier doen. Zo. Kijk, dan is de... Trappenhuis aan de bovenkant in ieder geval ook een stuk beter verlicht. En natuurlijk de gang beneden nog. Ik zou alleen niet weten wat ik met die muur moet. Wat is dit? De grote prestatie. Dit. Zoiets. Geen idee wat er staat. Maar dat is wel prima. Oh, echt fijn. Boven is gewoon klaar. Hey! Boven is klaar. Hier, die lamp uit de kledingkast kan wel weg. Het is toch een kledingkast. Oh, en ik vind het echt heel mooi. Voor industrieel huis vind ik het echt heel tof. En een hele rustige gang ook boven. Ja, het traphuis niet, maar dit stukje gang. Gewoon rustige witte muren. Geen poespas. En de kamers... Kijk, want heel veel dingen is donker. Het traphuis is donker, de gang beneden is donker. De keuken is ook aardig donker. Wc en badkamer zo. Maar dan heb je de slaapkamers. En het kantoortje is toch wat frisser. Lichte kleurtjes. Oké, dan hebben we beneden nog... Nog drie ruimtes te gaan. Waarvan ik met deze ruimte nog steeds niet weet wat ik ermee moet. Ik denk... Zullen we dat voor een volgende keer bewaren? Dan kan ik binnenkort weer even puzzelen met de tuin. En dan gaan we gewoon volgende keer de woonkamer doen. Deze kamer doen. En de gang doen. En dan de puntjes op de i zetten. Dus dan moeten we even begin volgende week. Want het kan tot en met de 15e. Hè? Dat is woensdag. Nou ga ik deze zondag al live met It Takes Two. Dus dat wordt dan of maandag of dinsdag of woensdag. Oké, ja, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ik krijg het huis af. Oké, we gaan even een kort toertje doen voor iedereen. Tessa gaat eten. Eet smakelijk.
Kijk, dit is dus het huis in zijn complete vorm vanaf de buitenkant. Dus de voortuin vind ik echt heel tof geworden. Daar kunnen we volgende keer misschien ook nog puntjes in de i hier iets voor bedenken. Ja, voortuin ben ik helemaal tevreden mee. Die zou in principe ook gewoon zo ingeleefd kunnen worden. Het is tof als ik hier nog iets voor weet te bedenken, maar het is niet per se hoog nodig of zo. Achtertuin moet ik nog even een beetje mee puzzelen, want alleen dit vind ik op dit moment nog te karig. Maar het huis begint wel meer vorm te krijgen. Dan gaan we even eerst beneden laten zien. Nou ja, de gang moet nog gedaan worden. Deze ruimte moet nog gedaan worden. We kunnen hier misschien wel een soort van werkbankachtige ruimte van maken. Want we hebben natuurlijk bij hobby's en decoraties. Zal ik dat ding even neerzetten? Dit is de archeologiebank. Dat zou ook nog kunnen. Archeologie. Of... ja, ik moest dus denken aan... oh, dat staat onder creatief waarschijnlijk. Kaarsmaker kan ook nog. Oh, je hebt natuurlijk al die dingen. Oh, wacht eens even. De sapruisding. Kijk dan. Dit past helemaal in het straatje van dit huis. Er komt een... Hier, ik heb toch al dit ding hier staan. Ze gaan hier hun eigen sapruis maken. Dat gaan we met die ruimte doen. Oké, dat hebben we. Volgende keer gaan we hier een hele mooie sapruisruimte van maken met dat ding. Maar we hebben hier, de keuken is al klaar. Dus je kan hier simpel even ontbijten aan een aanrechtblokje. Maar je kan ook hier lekker aan de hoge bartafel zitten. Dus er is ruimte voor 6 sims om te eten. Hoekkeuken, koelkastje daar. Prima. Dan ga je vanuit de keuken ga je dus de rest van het huis in. Want vanuit de gang kan je dus de sapruisruimte in en dus meteen de keuken. En dan gaat de keuken naar gang. Het is een beetje een rare indeling, maar Dagmar, jouw schuld. Het is jouw shell. Hier komt dus nog de woonkamer. Daar gaan we de volgende keer mee werken. De bank staat al klaar. We hebben al een kastje klaarstaan. En dan gaan we de volgende keer een beetje kijken naar wat voor spullen we er nog meer bij gaan zetten. En behang en vloeren en zo. Dan hebben we hier dit uitstekende stuk. Heb ik dus een soort van serre van gemaakt. Met glazen dak. En dit is een gameruimte. Dus we hebben hier een bank met wat leuke spulletjes. Klein tafeltje. En een mooie televisie met een gameconsole. Dus hier kan je lekker chillen en gamen. Dat was het beneden. Nou ja, dan ga je via de gang met de trap omhoog. Dus dan kom je echt in een soort van trappenhuisgedeelte. Nou, die is nu ook klaar met die lamp erbij en dit dingetje erbij. Dan hebben we een hele kleurrijke waskamer. Hier wordt de was gedaan. Ik heb trouwens nergens in het huis wasmanden gestopt. Dat is ook even een dingetje. Moeten we ook even aan denken voor volgende keer. We hebben hier de wc. Vind ik ook heel tof. Nou, hier zit bijvoorbeeld helemaal niks van het Loftkit pakket in. Want die was toen dus nog niet uit. Dan hebben we... hier heb ik deze kamer heb ik een kastje van gemaakt. Lekker makkelijk. Dan hebben we hier de slaapkamer. Ook helemaal in de industriële vibe. Dus dat bed is van de kit pakket. Maar deze lampjes bijvoorbeeld zijn van het Star Wars pakket. En dat matcht er heel goed bij. Stoel van ecologisch leven erbij. Dus ik vind het een hele mooie kamer geworden. Dan hebben we hier achter de badkamer. En het dingetje met deze shell challenge is je mag geen muren neerzetten. Dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor, nou, ik plaats een bad. Of ik plaats zo'n kant-en-klare douche. Maar ik vond deze douche toch wel veel toffer om te plaatsen. En omdat je dus geen muren mag plaatsen, heb ik deze glazen plaat van Moschino Pack als douchemand gedaan. En dit komt ook uit een of andere pack. Waarbij je dus extra stralen van de zijkant kan krijgen. Handdoekjes worden hier bewaard in een mooi stoere ding. De wc heb ik een heel ding tegen zo'n heel ding aangezet. Het lijkt nu een heel bombastische luxe wc of zo. Ja, ook heb hier wel een wasmand. Maar dat is niet zo'n wasmand waar je dingen in kan doen. Wasbak. En ja, waar we dus vandaag verder nog aan hebben gewerkt is dit kantoortje. Dus hier kan er gewerkt worden met allemaal... kijk maar eens even lekker poch en goed zijn. Mooie kastjes hier met allerlei spulletjes. En nog een prikbord. En de tienerkamer natuurlijk. Nou, ik had dit wel tof gevonden hoor. Hele toffe kamer dit. Hoogslaper met een soort van mini woonkamertje eronder. Kun je lekker televisie kijken. Hier nog een laptopje. Kan je een beetje gamen. Ik ben blij met wat ik tot nu toe heb neergezet. En dan gaan we gewoon ergens begin volgende week gaan we ermee verder. Dus dan komt de woonkamer, dan komt die sapruiskamer, dan komt de gang. Ik ga in de tussentijd misschien nog een beetje stoeien met de tuin. Ik weet niet of ik daar tijd voor heb. En anders gaan we dat gewoon op stream afmaken. Maar dat wordt dus ergens begin volgende week. Want ja, hij moet 15 september uiterlijk op de galerij staan met hashtag MePukiShell.
Maar ik ga het halen. Ik kreeg laatst gewoon lichte stress. Daarom ben ik toen ook al begonnen met die tuin. Ik denk, oh, het is zoveel. Ik weet niet of ik het ga redden. Maar ik heb het gewoon gehaald. Nou ja, gehaald. Ik ben natuurlijk nog bezig, maar het gaat me lukken. Jullie bedankt voor het kijken. En join mijn Discord. Dan ben je op de hoogte van ja, mijn YouTube-leven, mijn Twitch-leven, mijn Switch-leven. Bedankt voor deze. En bedankt voor deze. En tot de volgende keer. Doei!